En vandaag hebben jullie episode 13 of 14 of zo van Live at Fans Warfare. In ieder geval, jullie hebben waarschijnlijk die clip hiervoor gezien. En in die clip liet ik zien dat ik net geprestiged was. Nou, die clip is van ruim een week geleden. Dat was vorige week maandag en het is nou donderdag. Dus dat is een oude clip. En dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk al lang geprestiged ben. En de afgelopen 3 prestiges heb ik iedere keer een video daarbij gemaakt. En dat had ik nou niet gedaan, want ik was geprestiged en ik had daarna eigenlijk gewoon wat verder gespeeld en niks meer gerecord. En het gevolg daarvan is... is dat ik nou dus level 32 ben en dus nou pas mijn video maken. In principe maakt het niet heel veel uit. Jullie hebben dus dat prestige gezien, had ik gerecord al van tevoren. En nou een match, dus ja, de video is in principe hetzelfde. Maar dan weet je in ieder geval hoe het zit en ik ga je dood. 3, 2, 1, ik ga je altijd dood. Ik weet niet, ik heb zo'n slechte timing in dit spel, dat is dodelijk, echt waar. Oh, get wrecked! Oh, snap. Ah, fuck, ik had dubbelkill kunnen hebben. Ik heb dat zo vaak in deze game dat ik gewoon zonder ammo zit. En dat is gewoon omdat ik zelf niet oplet. En dat is dom, dat is slecht. Bla bla bla. En daar ga ik dood. Dat er eentje. Snel. Ik weet zeker. Nou, ik wil zeggen, ik weet zeker dat hier iemand staat. Nou, toch niet zo zeker, want er is niemand. Maar in ieder geval, ik heb het al een paar potjes gespeeld. En het ging eigenlijk best wel lekker. Het was niet zo dat ik heel goede KD's had en zo. Maar gewoon een mooi aantal kills, leuke streakjes en zo. En over het algemeen. Leuke gameplays. De deads waren meestal dan ook wel een beetje fucked up. Reload cancels voor de win. Ik weet dat er eentje hier zit. Boven me. Oh shit. Er ook in boven mode, 100%. En je ziet misschien trouwens dat ik paintball mode eraan heb staan. Ik dacht dat jullie wel lachen vonden. Denk nou, zet ik dat weer aan. Maar maakt het niet heel veel uit. Gek geluid. Oh, ik ben dood. Oh shit. Ik had zoveel geluk dat precies door dingen flikkerde. Daar ben ik fucked. Wauw. Oké, ik heb eigenlijk geen coach meer. Hoe gaan we die aanpakken? Ik speel zonder scavenger. En ik heb daar al heel veel over te twijfelen. Wel niet, wel niet. Ik heb ook al heel veel verschillende dingen gebruikt. En ik ben dood. En ik ben er steeds niet helemaal over uit. Ik had daar niet eens dood hoeven te gaan. Help Marcus, hij zat al naar die deur te aimen. Nog niet eens, hij zat naar de andere deur te aimen. Ziet er dan zo raar uit, alsof je fucking traag bent. Ik weet niet waar het dan aan... Hallo, spankil, hallo. Nog net niet. Kan niet heel lang duren. Hij zat dan nog steeds. No, ik kwam hem verrassen. Hij ging daar op de grond liggen. Hoe wist hij dat ik via die kant zou komen? Hoe wist hij dat? Ik was net wapens aan het switchen. Ik denk, ik pak alvast even een extra wapen op. Want net zat ik ook zonder ammo toen ik doodging, toen op die 8-3. Ja, niet zonder ammo, maar met 9 kogels of zo. Nee, 9 had iets meer toch? Ik weet niet meer. In ieder geval niet extreem veel. Dus ik denk, nou, pak ik weer even iets op. En dan ga je altijd af. Dat is typisch. Stipisch. Er zat er een op het dak. Dat was een friendly. Nou, wat? Niet dood? Wat? Jij bent niet dood? Oké, ik ben fucked. Nee, kogels. Wat is dat tel? Ik schiet toch best wel veel. Nou, niet meer. Dat is je kat. Zie ja. Als ik hem nou niet had, dan was ik echt gestopt met de game. En dan, ja, oké. Hou hem weg. Weg hier. Ik moet toegeven, ik heb de laatste vandaag heel eindig Call of Duty gespeeld. En Call of Duty is bij mij een game, die moet ik blijven spelen. Als ik die 3 dagen niet speel... dan kan ik het ook gewoon niet meer. En ja, dat is iets wat ik heb. Ik weet niet of heel veel mensen last van hebben. Ik denk het eigenlijk wel.
Het is een heel makkelijk game om mee te beginnen met spelen, zeg maar. Maar ik moet wel echt een avondje om echt wel goed te zijn ofzo. Of in ieder geval om mooie scores te halen. Ik kan dat niet 1, 2, 3 doen. Gewoon met aimen en alles, daar moeten we eventjes allemaal... echt waar? Dat moet allemaal weer een beetje op gang komen. Dead. Volgens mij moet er nog 1 headshot. En dan heb ik weer een nieuwe camo. Best fucked up. Ik heb 120 headshots zo met de wapen. Maar dat was allemaal voordat dat zeg maar allemaal gepatcht was. Want toen de resette iedere keer al je dingen. En ik ben nou 4e prestige. Dus ik had anders al meerdere dingen. Oh, geen wonder. Mijn team is reeds kut al. Hadden we al meer dingen gehaald. Het was net 2 tegen 6. Mijn teammate heeft nou 1 kill of 1 dead. Wat had hij? 1 dead. Ik kan niet geloven dat hij daarna al die tijd heeft. Zal net gejoined zijn. Waarom heb ik dat telkens? Ik heb dat zo vaak. Oh, jij bent weer niet... Oh, huh? Mijn kill gejat? Hij was gewoon nog niet... Ik snap dat niet! Ik had hem zoveel gehit. Ik stopte gewoon met schieten. Gewoon uit principe dat ik hem gewoon te veel kogels op raak schoten. Oké. Hoeveel is het nou? Het is nog steeds 2 tegen 5. En ik zie dat er 3 mensen staan. Maar die team maakt geen kills. Dus dan... Dan is het gewoon geen teamlid, snap je? Als je geen kill maakt, niet eens 1. Dan hoor je niet bij het team. Yo! Jij wil niet dood. Ik heb geen ammo meer. Ik ben fucked. Ik word hier waarschijnlijk zwaar hard gespawnd werd, dadelijk. Komt erin in mijn 100%. Ik weet zeker dat die mensen daar naartoe komen. Dat weet ik zeker. Oké. Zag je dit? Dan stonden ze met z'n 2, hè, boven op het dak. Een beetje te koekeloeren. Oh, fuck. Oké, ik ben fucked. Ik ben officieel fucked. Oh, wat een pannenkoek. Kijk, weet je wel, Rambo. We hebben 5 kogels. Ik wacht die paar seconden even af. Dit bedoel ik, jongens. Dit is gewoon hoe mijn gemiddelde potjes er naartoe gaan. Teammates rage quit of staat zwaar negatief. En dan hebben we dit. Triple cap tegen. Dus dat is heerlijk. Oh, ik kan hem nog. Oké, dat is sick. Dat is afgelopen mooi. Ik denk, ik blijf hem even een beetje achterhangen. Ik kan niet heel veel meer doen. Dus dat is fucked up. Maar dit zijn echt gewoon mijn gemiddelde potjes. Dat is, ja, gewoon een beetje met z'n drieën. Ja, tegen meer man moet spelen. Gelukkig rage quit de enemies ook. Doe ik zelf ook altijd. Als ik bij een team zit en alle enemies lieven. En het is bijvoorbeeld 6 tegen 3 of zo. Of 6 tegen 2. Heb ik ook geen zin. Dan ga ik meestal ook. Ook al ben ik aan het winnen. Dan ja, dan heb ik iets van 6 tegen 3. Allemaal gaan zoeken voor die 3 enemies heeft ook geen zin natuurlijk. Andersom, zoals je hier ziet. Daar blijf ik meestal wel in. Want ja, dan maakt het me niet heel gek veel uit. Maar het is jammer, want dan verlies je gewoon keihard. En dat is nergens voor nodig. Ah, en mijn poppetje kan niet springen. Waarom weet ik niet. Volgens mij heeft hij ergens problemen met zijn benen. Losing B! Maar niet bij mij. Ah, fuck. Oh, dat was een enemy. Hallo. Nou, heb ik het vanuit. Oh, ik heb zo geluk. Ik zweer, ik verdiende eigenlijk de kill niet omdat ik zo faalde. Eigenlijk verdiende ik hem niet, maar hij verdient hem ook niet, omdat hij gewoon een klootstuk is. 24. Oh, we hebben B al gekapt. Ik had B cap, maar dat ook niet. We hebben B al. Ik denk dat er meer enemies zijn. Wat je wil doen? Klap er een stelbom erop. Ik weet niet of ik hem zo moet doen. Ik doe hem zo. Meestal zijn ze wel hier of aan die kant. En omdat ik ze hier niet echt zie, gok ik dat ze aan de andere kant staan. Hopelijk dat mijn steltbommen ook merk. 2 keer, hoppakee. We hebben onze streaks al binnen. Ik speel met redelijk lage streaks. En dan komt het in deze game de streaks natuurlijk niet echt heel erg goed zijn. Dus ik kan best maar een beetje mijn lage rommel spelen. Dat je toch een beetje haalt voor de lols, weet je wel. En whatever. Oké, we hebben in ieder geval nou een double cap. Op zich is het wel nice, want dan kan een match talk best wel lang duren. Want net werden wij elkaar gedomineerd. En als we dan zelf ook op cappen, dan gaat het een beetje in evenwicht. Kijk of ze bij C. Ze gaan C niet scappen die mensen. Oh, get wrecked. We hebben... Oh, ik dacht dat het triple... Nou, we triple cap. Idee bedoel ik. Hoe snel kan het wisselen? Net was het 3 tegen 6 voor ons. Of ja, ons 3 man, zeg maar. En nou is omgedraaid. Nou hebben zij 3 man. Hoe snel kan het wisselen? Dit is echt apart. Apart verhaal. Echt fucking enemy in mijn zijza. Ik heb mijn streaks nog steeds. Ik weet alleen niet wat ik ze neer moet zetten. Ik wacht even met de inkallen, denk ik, en alles. Want we hebben maar 3 enemies. Kan ze beter bewaren. Als we daar ook weer meer enemies gaan krijgen. Want deze match kan best wel lang gaan duren, denk ik. Wat is er met mijn aim, jongens? Mijn aim is nog steeds zo bagger als dit. Maar die was wel heel voorspelbaar. Hij loopt die kant op. Waar zal hij uitkomen? Ga! 1 plus 1 is 2. Is het Renzi?
Oh, ik had een wapen opgepakt. Ik denk, ik zal eens even een wapentje extra oppakken. Nou, dat was dan niet meer nodig, want dat wel. Ik ben benieuwd of ik daar kills mee kan maken. Ik denk het niet. Ik denk serieus van niet. Ik denk dat ik daar gewoon direct kapot is. Hij is wel dood. Is dat nog eentje? Dadelijk haal ik mijn DNA op. Nee, maar iemand schoot in mijn rug. Iemand weet dat ik hier ben. Iemand weet dat ik hier ben. Ik hoorde hem al springen met zijn boost pakje aan. No! Wacht op mij, wacht op mij! Nee! Altijd, altijd te laat. Maar dat join er geen enemies. Dat is niet eerlijk. En nu staat mijn ding dus aan de verkeerde kant. Oh, headshot van de vier. We hebben Relentless. Ja, ja, die had ik toevallig strak ook al. Alleen toen ging ik dood door iemand die helemaal achter de map lag. Was niet echt grappig. We hebben nog maar één enemy, dus ik denk dat we waarschijnlijk de video af gaan kappen dadelijk. Of we gaan een beetje knippen of zo om het interessant te houden. Anders is het wel heel saai, dus ik wil toch een beetje rondlopen. Zoeken naar die ene persoon. En zoals ik net al zei, meestal lief ik dan als we dit soort matches hebben. Maar ik zit nou op Relentless en ik wil die graag wel doorzetten. Er liep er eentje, die komt waarschijnlijk hieruit. Fuck. Ik kan het niet leiden. Ik denk niet dat die... Oh, wacht. Even mijn secondary pakken. Dat wordt mijn secondary, een AK. Heb ik best goed geregeld. Ik wil eigenlijk mijn streak nog steeds inkallen. Maar ik doe het gewoon expres niet. Voor één persoon. Dat is wel heel triest natuurlijk. Dat is ook nog de kans dat je race kunt. Blijft hij nou hier spawnen of wat doet hij nou? Want ik weet mijn god niet waar die gozer is. Voor mij is het een verrassing. No, ik ben dood. Ik ben dood. No, oh, ik dacht dat mijn teammate hem had. Ik dacht zuiver dat mijn teammate hem had. Die uit de deur. Wauw, ik zag gewoon dingen die niet zijn. Oké. Okay. En dan ragequit hij. Meen hij. Gaat hij me eerst naaien en dan ragequit hij. Maar ik denk dat het hier ook gelijk bij laten. Want het was gewoon meer een videootje om te laten zien dat ik prestige was. Dat is al eventjes geleden. Dus het zal niet heel lang duren. Totdat ik prestige 5 ga uploaden. Maar in ieder geval, het ging goed. Maar helaas geen enemies. Jammer. Maar in ieder geval, als je hem leuk vond... Laat alsjeblieft een like achter. Check die comeback. Hè. Hoe ver stonden wij achter? We hebben nog gewonnen. 164 tegen 158. Dus dat vind ik best wel... Hey, dat vind ik best wel netjes. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, als je hem leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.